Enschede. Bevalt het je zo'n beetje op je eerste vlucht met Pelicano Sam Airline? Het is niet mijn eerste vlucht. Het is de tweede vlucht. Dat was echt heel fijn van je oom Benny om ons uit te nodigen. Alweer. Alweer? Nou, mijn oom Benny zegt dat ik zijn lievelingsneefje ben. Dus, en je weet dat ik nooit ergens heen ga zonder mijn beste vriendje Freddy Fish. Wow. Dit heb ik nooit eerder gezien. Ik ook niet. Wat leuk als eerste ervaring om dit te zien. Dit is echt tof. Ik kan niet wachten om dit nieuwe spel uit te proberen. Voor het eerst. Voor het eerst. Zag je dat? Nooit eerder gezien. Hij crashte. Wat een sukkel. Leuke hond. Oh ja, dat was hem. Speedrun. Ja? Ga jij spelen? Oh, wat doe je nou? Ik ga speedrunnen. Ga je speedrunnen? Oh shit. Oh, fuck. Mooi, dan kan ik aan de zeuk. Vergeet het geld niet. Geld! Ik vraag me af wat er dat... Hé, Lucas. Wat zeggen de letters Z? Wow. Dit kan ik maar beter bij me. Tering. Heb je dit vaker gedaan? Speedrun. Zo! Je doet het echt speedrunnen in het leven, man! Waarom heeft dit voorrang? Oh mijn god. Wat is jouw probleem? Oké, dat is mooi. Speedrun. Kom op, schiet op. Nee, bedoel ik. Dat waren we niet. Oh, een bol. Hier is nou. Wat de baas? Oh, ik kan niet op scoren. Ik zit hier op mijn graag een grote titel. Ik heb geen gedicht. Dat zou niet lukken, Lubas. Die vreemde toerist begrijpt. Waarom? Die vreemde toerist. Oké, speeteren, hè, voor de heel. Nee, joh. Oh, een portemonnee. Oh, een paar zegel. Oh mijn god. Heel mooi. Oké, weg hier. Oké, heel mooi. Oké, weg hier. Van wie? Hé, is die niet van die toerist? Is dat ding niet van die toerist? Nee. Heb je in alle kleuren van de regenboog. Waarom nemen we hier wel de tijd voor? Dat is schattig aapje. Ik hou niet van apen. Ik ben Lubas en dat is Freddy Fish. Oké. Okay. Geen schattige aapjes. Nee. Oh, we hebben nog geen schep. Weg hier. Oh nee. Oh, we zijn hier met Freddy. Dat kan je wel zien. Oh nee, oké. Voor mij moest je nog wel iets van buisjes en er kwam daar zo'n buisje uit. Ik heb net zitten mazen. Moet dat niet elke wet zijn? Pyjama! Oké, weg hier. Schepje, dankjewel. Wat ben je? Ja, sorry, leuk. Wat heb je? God. Kijk, ik zal mijn stap. Is het ook zo fijn? Ga weg! Hier onder water, dan moet ik er altijd zijn. Hier onder water. Oh, doe dat met die hond en die schelp. Is een plastic schep. Oh, daar is die. Freddy!
open gaan maken. Hey! Hey, je moet daar luchtbellen zien. Kom, kan dit. Ja. What? Oh, niemand weet wat ik heb meegemaakt. Leeuwhond. Goh, ik vraag me af hoeveel gouden pijpen Freddy en Lubas al gevonden hebben. Eén. Ik hoop dat jij gelijk hebt. Ja, lekker boeien. Sophie. Nee! Onder water is het al stop. Zo fijn. Stop! Oké. We moesten ook nog die kutspiegel hebben. Van wie is die portemonnee? Is die van die... Dat is een portefeuille die toebehoort aan een naaldvis met een lange scherpe neus, een snor en een paar haartjes op zijn hoofd. Dus, dat is die... Hey, klim maken. Kom aan, Lubas. Oh ja. Oh, een veer. Nee. Oh. Nee. Hallo en welkom op de wereldberoemde. Ach, zeg niet dat we hier de tijd voor gaan nemen. Stop! Speedrun. Dat verdient een applaus. Stop! Ga weg hier! Je verpest je eigen speedrun! Je stomme bioscoop! Kom, ga naar die kleermaker. Geef hem zijn beurs. Wauw. Oh! Dat is een stop. Oké dan. Oh ja, en dan moeten we dat boek pakken. Niet dat ei! Dat ei dat moet naar die vogel. Kom op. Hup. Nou, dan moeten we praten met Gunther. Rechts. Ja, dat moet ook zijn. Ja. Ja. Oké, dit is... Ja, dat is hem. De vlag die geselecteerd. Ja, eruit. Eruit! U draagt rare kleding. Met... Oh. Skip dit! Jij denkt dat het allemaal maar grapjes, hè? Oh god, deze. Ik kan me dit nog lichtelijk herinneren als irritant. Voor mij kan je dat spul gewoon pakken. Nee, toch? Die rode, ja, want het groeit weer terug aan. Er moet toch een andere manier bestaan. Oh nee, wacht, je hebt een bijtel nodig of zo. Ja. Daar was ik ook naar op zoek. Ja, kan je niet vinden. Blauw? Nee. Dan moeten we naar groen. Pottenkamer? Ja. Dat is een... Mooi. Nou, van alles eentje nodig. Met een bed? Volgens mij had je ook niet eens alle kleuren nodig, alleen groen. Nee, je had volgens mij twee nodig. Twee? Ja, je moest zo'n rare kleur maken volgens mij. Nee. Volgens mij had je alleen groen nodig voor die sleutel. Ja, maar jij pak gewoon alles. Ja. Oh. Ja, dit schiet niet op de tel. Hier. Dan... Die. Groen. Ik had helemaal gelijk. Maakt niet uit. Daddy,
Wacht eens even. Kan Knauw de pestkop de dief zijn? Niks daarvan. Knauw zal niet de schuld krijgen van iets dat hij niet gedaan heeft. Ik heb helemaal niks misdaan. Helemaal niks. Goh, als Knauw het niet gedaan heeft, wie dan wel? Ik heb helemaal... Oh, de tandenborstel. Van wie is de tandenborstel? Het Nadine, jij bent de dief. Ach, maar die grote tandenborstel kan van iedereen zijn. Je kunt niks bewijzen. Auw! Oh nee? Onbed. Voor de overtreding van strafwet 121 werd Nadine veroordeeld in wat bekend werd als de zaak van de grote tand. Als straf moest ze 5000 uur gemeenschapsdienst vervullen als lerares tandenpoetsen en flossen. Opgelost. Dit is hoe je Freddy Fish speelt. Shit, hey. Damn. Ja. Doei. Wauw.